De ICT-associatie Suriname heeft gisteravond haar 7-jarig bestaan herdacht met een nieuwjaarsborrel en een algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV is er een nieuw bestuur gekozen onder voorzitterschap van Gina Berggraaf. De bestuursperiode loopt tot en met 2020. De gewezen voorzitter Robert Han zei bij de symbolische overhandiging van de hamer dat het bestuur in goede handen is. De nieuwe voorzitter Gina Berggraaf gaf aan dat zij samen met de overige bestuursleden de Surinaamse ICT-sector verder zal versterken. Een sector organiseren en professionaliseren vereist lef, daadkracht, geduld, doorzettingsvermogen, vertrouwen, maar vooral ook teamwork. U zult het allen met me eens zijn dat het resultaat per vandaag lof, respect en bovenal bewondering verdient. We zijn gestart met 19 leden, zoals Robert al aangaf. We zijn nu op meer dan 55 leden. We zijn uitgegroeid tot erkend nationaal, maar ook internationaal gesprekspartner. Ik noem graag nog een eerste gebeurtenis, het is al even genoemd, welke ook getuigt van groei binnen deze sector. Dit bestuur is het eerste bestuur met vrouwelijke leden en een vrouwelijke voorzitter. Yay! En op de ICT Development Index 2017 van de International Telecommunication Union staat Suriname op nummer 88 van de 176. Met een score van 5,15 ten opzichte van 3,82 in 2010. Dus we zijn gestegen. Berggraaf zegt verder dat de ICT-fakkel brandende gehouden moet worden. Ze benadrukt dat de eerste focus van dit bestuur is members first. Wat willen onze leden van de associatie? Hoe kunnen we daar beter invulling aan geven? Een ander belangrijk speerpunt is branding. Zichtbaarheid van de associatie, zichtbaarheid van haar leden. Kunnen wij makkelijk gevonden worden? Kunnen we elkaar makkelijk vinden? Hoe positioneren we ons en onze leden? Ook zijn er vele uitdagende thema's waar we onze schouders onder moeten zetten. Ik noem ICT-export, capaciteitsversterking en professionalisering, educatie en knowledge sharing, wetgeving en IT-governance, cyberdependency en ook cybersecurity, connectivity, 21st century skills en ga zo maar door. We hebben ieders inzet hierbij hard nodig. Onderwijsinstellingen, leden en niet-leden, ICT-dienstverleners en ICT-afnemers, beleidsmakers en uitvoerenden, overheid en particulier, techneuten en niet-techneuten, mannen en vrouwen, jong en oud. Want de ICT-sector wordt gevormd door ons, biedt mogelijkheden en uitdagingen voor ons, schept vooruitgang voor ieder vanwege ons en zal een grotere rol vervullen voor Suriname door samenwerking van ons. Gina Berggraaf, de nieuwe voorzitter van de ICT-associatie Suriname. Ze sprak gisteravond tijdens de viering van het 7-jarig bestaan van de associatie. De viering is gehouden in het Telesuur Opleidingscentrum.